Welkom op dat 6 van andere weken. Rustdag in de Conifa World Football Cup. Teams bereiden zich voor op de kwartfinales of op de plekken 9 tot en met 16. Dat doen ze hier in de State Club in Londen, waar ze allemaal bij elkaar zitten. Zorgt voor een ongelooflijk leuke sfeer. So, what's your name? Tongjun Lee. And how many is your goal today? Today, maybe 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, Thank you. Tongjun Lee kwam tot 42, één meer dan onze Tibetaanse vriend en daarmee komt hij op 3 in ons klassement. Tongjun Lee is natuurlijk van de United Koreans of Japan. Dat klinkt vrij logisch, maar laten we het toch nog even uitleggen. De United Koreans in Japan vertegenwoordigen de Koreaanse populatie in Japan, ook wel de Zianchi-Koreanen genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog woont er ongeveer 2 miljoen Koreanen in Japan. Na de Koreaanse oorlog is een groot deel teruggekeerd naar Korea, maar nog steeds zijn de Zianchi-Koreanen met 500.000 inwoners de grootste minderheid in Japan. Ze krijgen onderwijs op Koreaanse scholen en universiteiten in hun eigen taal. Voetbal is de brug tussen Noord-Korea, Zuid-Korea en Japan, zegt An Yong-hak, de 39-jarige spelermanager van de United Koreans in Japan. Yong-hak speelde alle drie de wedstrijden van Noord-Korea op het FIFA WK van 2010. De ploeg is ontstaan uit een lokale Japanse voetbalclub, FC Korea. Dat team mocht geen interland spelen, waarop in 2015 United Koreans in Japan werd opgericht en zich aansloot bij de Conifa. De laatste dagen hebben we heel veel vragen gekregen over waar welke landen nou eigenlijk liggen. Ellen van Ien bijvoorbeeld, geen idee, ook al wordt het uitgesproken als Ellen Vennen. Ik heb nu iemand naast me die het allemaal gaat uitleggen. Jaran van West-Armenia. Ooit ben ik bij Lierseis K gevoetbald, dus spreek nog een klein woordje Nederlands, maar anders doen we het in het Engels, komt helemaal goed. Ik ga je meteen de eerste geven, Ellen Vennen. Enig idee waar? Ja, ik weet het. Normaal is Ellen Vennen. Ja, dat klopt helemaal. De Isle of Man. Isle of Man. Ja. But where is that? It's here. Ja, that's perfect. De volgende is Abkhazie. Ah, easy. Easy. Abkhazie, Georgia, just above Georgia. Yeah. Perfect. Abkhazie. Kabylia, West Algeria. Mm-hmm. And it must to be here somewhere, no? Between Morocco and Algeria. No? Carpatalia is Romania. Wat is dat? Waar is Roemenië? In Oekraïne, volgens mij. Volgens mij zijn ze in Zekeliland, dat is de volgende namelijk. Het zijn allebei Hongaren. Hungarians en Roemenië. Between Hungary and Romania. Yes. Deze denk ik dat je wel weet. Waar is dat? Waar is dat? Is hier. Hier zo. Kijk. We gaan door naar de volgende. Punjab. Punjab is in between Pakistan en India. Dat is helemaal correct. Padania is de noord of Italië. De noord of Italië. We zitten hier de hele boel vol te bouwen. Dat komt goed. Ik maak wat ruimte. Het noorden van Italië. Padania. Bagawa. Ah, ik weet het niet. Het is in Somalië. Het is in Somalië? Ja. Ja. The United Koreans in Japan. Dat is duidelijk, lijkt me. Zo in Japan. Ja. Ja. Tibet. Tibet is in China. It must be somewhere here. Tibet. Yeah. Cascadia. Roemenië. Nee? Het is in Roemenië. Het is in Amerika. Het is helemaal in het westen. Tuvalu is hier. Het staat er nog net op. Het valt er bijna van af. Ah, hier. Ja, helemaal hier. Daar. In de noord of Cyprus. Wait. Matabele is in Afrika. Juist. Ah, van Zimbabwe. Ja. Zimbabwe is hier. Het is dan het juist. Tamil Elam. De Tamil. It's an island. It's an island. Tamil Eland. Tamil Eland. It must be somewhere here, I think, no? Het is de bovenkant van Sri Lanka. Oh. Daar zitten ze, de Tamil. Oké, nice. Barawa was een probleem. Tamil Eland. Tamil was een probleem. En deze hier. Dat ja, niet deze. Allemaal drie. Drie van de 16, 13 punten. Niet slecht, hè? Nee, helemaal niet. Niet slecht.
Dankjewel. Een van de meest exotische landen op de CONIFA World Football Cup is Tuvalu. Toch kan het zijn dat je daar al een keer van gehoord hebt. Er is namelijk een Nederlandse connectie. Paul Driessen is er al sinds 2011 bij betrokken. Voetbal is daar met afstand de nummer 1 sport. En dat is best wel bijzonder in een continent waar Tuvalu omringd wordt door rugbylanden. Maar ooit hebben de Engelsen daar het voetbal geïntroduceerd en dat heeft de overhand gekregen. Ja, het is vooral heel belangrijk voor Tuvalu om ergens bij te kunnen horen en dat ze erkend worden. En door het lidmaatschap van de CONIFA ja, komt dat gevoel van erkenning alweer een stukje dichterbij. Uiteindelijk het ultieme doel is natuurlijk het FIFA-lidmaatschap. Want ja, kort door de bocht, daar komt het geld vandaan. En dan kunnen ze echt stappen zetten om voetbal te ontwikkelen. FIFA-lidmaatschap is dus het ultieme doel voor Tuvalu. Om dat te bewerkstelligen werd grof geschut ingezet door Paul Driessen, namelijk Foppe de Haan. In 2011 was hij 5 weken lang bondscoach van Tuvalu in aanloop naar de Pacific Games. Wij waren op het grootste eiland, daar wonen de meeste mensen. Er woonden er 6000 op een eiland wat een soort banaan is. Het is op de kopse kanten, op de einden is het ongeveer 20 meter breed. En het meest brede is in het midden is 240 meter. Dus het is relatief klein. Als je er bent, denk je, wauw, is dit het? Als je er boven vliegt, dan denk je van, het is wel heel fantastisch hoor. Want het is zo'n eiland in de stille Zuidzee. Hè? Dus een mooi wit strand en allemaal palmen. En, ja, het is heel idyllisch. Het ziet er heel mooi uit. Het is een landje wat qua voetballen niet zoveel voorstelt. Hè. Dus ze hebben een voetbalveld. Het voetbalveld is ooit aangelegd met modder uit Fiji. Want ze hebben geen modder, hè. Dus gras groeit er niet. Dus is met een boot is er modder aangevoerd. Daar hebben ze mooi gras van gemaakt. Maar door de omstandigheden en door onze warm worden komt het water steeds hoger. Nou, en zij hebben daar het meest last van. Het moment dat het water echt hoog is, dan stroomt dat veldje onder water, komen de krabben en andere beesten, die vinden dat gras verrekte lekker. Dus van dat grasveld was bijna niks meer over. Nou ja, ik schrok me dood toen ik de eerste keer zag, god, wat is dit, wat doe ik hier? Maar goed, als je er dan bent en ik heb er zelf voor gekozen, nou ja, oké, klaar, dan moet je er ook tegenaan gaan. Nou ja, en we hebben heel veel getraind, echt heel veel getraind. En dat deden ze ook met verven. Trainen we vaak op de landingsbaan waar de vliegtuigen landen, want dat was mooi vlak. Alleen dan wil ik de bal in de lucht houden, maar we hadden ballen meegenomen uit Nederland. En die waren, ja, als je die op het beton, dat is hartstikke kwetsbaar. Dan denk ik van ja, oké, dus die ballen moeten ook mee naar het toernooi. Dus die ballen moeten wel niet slijten. Hè? Dus steek alles in de lucht, dus koppen, volleyen, voetvolley spelen zo. Maar niet de bal op de grond, mocht niet. Dat was ook wel mooi. Ze hadden geen keeper. Ze hadden wel een keeper, maar die keeper kon de bal niet verder schoppen dan 1 meter of 20. Dus als de bal achter was, of je had hem in de handen, dan was je hem ogenblikkelijk weer kwijt. Want dus moesten iemand hebben die bal aardig ver kon trappen. Dus we hebben gezocht naar iemand waarvan we dachten van, die kan ook wel een bal in de handen pakken, die kan hem wel keren. En hoeft dan niet echt een keeper te zijn, maar als je maar goed kan trappen. Dus hebben we een van die middenvelders hebben in de goal gezet, uitgelegd dat het heel belangrijk was dat hij die bal over de middenlijn trapte. Nou ja, dan hadden we een snelle spits, die was aardig snel, en die ging rennen en de rest opsluiten. Nou ja, zo hebben we een beetje een systeem ontwikkeld. Hè. Morgen wordt er weer gevoetbald in de CONIFA World Football Cup. Dan staan de kwartfinales op het programma en daar zijn wij natuurlijk bij. Tot dan!